is ook een nieuwe video, Hupke Floris. En wij gaan voor het eerst de nieuwe update bekijken. Of nou ja, we weten natuurlijk al wel hoe het eruit ziet, maar ik ga nu voor het eerst... Ga ik hem openmaken? Ik heb letterlijk hem 1 seconde geleden geüpdate, dus we zijn echt er heel vroeg bij. En we gaan zien wat er gebeurt. Oké, we gaan helemaal doornemen. Wat gaat er gebeuren, jongens? King levels have changed, dat wisten we al natuurlijk. We have added more king levels and reduced the amount of XP required for each. Tadadada, oh, we zijn gelijk level 50. We zijn gelijk level 50. Oké, dat is chill. Wat gaat er nog meer gebeuren? Based on your previous best trophy count, your new trophies are 6414. Volgens mij is dat ongeveer precies hetzelfde als ik al stond voor de update. Dus dat is wel grappig. Oké, dit is dus gebaseerd op mijn PR. Mijn PR van vorige keer. Oké. Bam, level up, level 50. We zijn level 50. Voor de rest gebeurt er niks, oké. New arena reached. Waar zitten we in? We zitten nu in Royal Crypt. Dus we zijn Executioner Kitchen voorbij natuurlijk. En dan zitten we nu in Royal Crypt. En bij 6,5, daar zitten we bijna in. Gaan we naar Silent Sanctuary. En dan kunnen we die monk vrijspelen. Congratulations, you have unlocked the competitive ranked mode. Oké. Wajo, klik. Oké, zo ziet het er nu uit. Battle of Legends, Challenger 1, nog een begin. We komen heel veel video's. Ik ga natuurlijk op, naar Amerika voor 12 dagen. Dus ik ga heel veel video's van tevoren opnemen. Er komen heel veel video's aan. Dus je gaat genieten. Path of Legends, wat staat er voor de rest dan? Hier, League, currently is Challenger 1. Oké, Legacy Best. My Legacy Best is dus 7k. En 6291, ik heb geen idee wat dat betekent. Maar dat is dus mijn Legacy Best van de ladder, de oude ladder. Voor de rest ziet het er dus zo uit. Oké, moet hierop klikken. Ja, we weten hoe dit gaat allemaal. We weten dus allemaal hoe dit gaat. Ik hoef het niet allemaal uit te leggen nu. Hoppatee. Dat heb ik al uitgelegd. Battle. Oh, gaan we gelijk een battle? Wacht, welk deck je hebt? Oké. Okay. Laten we dan gelijk een battletje doen. Oké, okay, weet je, waarom niet? Moeten we even focussen gelijk. Ik heb wel gehoord, want je moet natuurlijk... Hoeveel wins, hoeveel losses is heel belangrijk. Hé, we zitten dus wel op level 11. Hoeveel wins, hoeveel losses is heel belangrijk. Alleen vanaf League 5 pas telt het voor je rating. Dus voor nu maakt het nog niet heel veel uit. Het is trouwens heel veel dat we gelijk tegen... Mortier komen. Dat is niet ideaal. Als hij logt, gaan we gelijk met de perk. Oké. Okay. Oké. Okay. Daar gaat helaas mijn prinses. Daar gaat helaas mijn prinses. En hij vuurbalt dit. Oké, okay, dan doet hij waarschijnlijk één. Die martier doet één hitje. Ja, oké. Okay, die martier doet denk ik één hitje. Ja. Sowieso wel één hit. Oei, die prinses. Oh nee. Nu kan hij met een Ice Spirit mijn prinses pakken. Of met Skellies. Oké, okay, dat was niet al te handig. Ik had kunnen pre-loggen. Ah, de bats. Oké. Okay. We komen niet gelijk. Het eerste potje Path of Legends komen niet gelijk tegen een makkelijke matchup. Dus we moeten echt even die concentratie hoog houden. Log dan maar. Hij heeft geen bats. Oké, Valkyrie. Dat is een hele goede Ice Spirit. En de Infernator is gelokt. Oké, top. Hij heeft dus bats, dat heel vervelend kan gaan worden. Als hij met die bats natuurlijk de voor de martier komt. Dus daar gaan we voor uitkijken. Ik weet niet of hij durft te pre-loggen. Dus wij gooien gewoon alsnog gewoon een Goblin Gang. En we zien wel wat hij doet voor de rest. Nee, pre-log niet. Oké, okay, top. Gaat hij dit überhaupt loggen? Nee, doe bad. Slim. Dan heeft hij natuurlijk nu log in cycle. Hij heeft geen Valkyrie in cycle. Geen bats in cycle. Dus ik ben benieuwd wat hij hier tegen gaat doen. We gaan gelijk even de druk. We negeren de miner. Hij moet inderdaad nu met Valkyrie komen. Oké, okay, dan droppen wij onze eigen Valkyrie. Zal hij waarschijnlijk snel nu komen met Infernatoren? Heeft die Skellies wel een cycle? Bats niet. Dus als wij gelijk een Infernatoren oprammen, kan hij alleen Skellies ervoor doen. Die kunnen we Ice Spiriten. En dan zitten we op de Mortier. Maar laten we heel eventjes rustig doen. Want ik denk nu dat hij dat... Ik ga gewoon gokken dat hij het nu doet. Oké, dat was een gokje. Dat was een gokje. Geen verkeerd... Ja, wel een verkeerd gokje. Maar het maakt niet verder heel veel uit dat we dat deden. Doen we even de Valkyrie hierop. Ja, dat is top. Die hit namelijk dan... die beschermt de bats tegen de toren. Misschien moeten we ook zomaar eens gaan... rocket cyclen. Oké, dit is top. Gaat die bats denk ik doen? Ah, nee. Hij doet mortieren in het midden. Heel slim. Die mortieren in het midden heel slim. We doen wel veel damage ook via de rechterkant. Dus dat is heel mooi. Alleen helaas, ik had Ice Spirit in het midden moeten doen. Oh nee. Oké, dit doen we even de prinses hier om even die musketier een beetje te stoppen. Maar heel veel hoeft niet voor de rest. Oké.
Haal, we hadden daar even geen Valkyrie en geen Genghis Cycle. Oei, nu kan hij ook via de linkerkant komen. Om de prinses te beschermen. Om de prinses te beschermen rammen we nu dus die Inferno-toren. Ik denk als we nu een log gooien op die mortier is het gewoon genoeg. Ja, oké, dat is top. Dat doet hij misschien... Nee, doet geen bets. Heeft geen bets in cycle. Oh, slechte prinses van mij. Ik denk als wij dit doen. Inferno-toren kan erbij. Hij heeft de mine op de prinses. Ah, helaas te laat. Oké. Okay. Kijken of we kunnen damage kunnen doen. Inferno-toren staat daar lekker te rammen straks. Voor op die musketier. Misschien doet hij skellies, dus we hebben Ice Spirit. Hij doet musketier. Doen we twee hitjes, dat is mooi. Doen we de Valkyrie op zijn miner. Doen we dit hier zo. Loggen we dit naar achter. Logt hij mijn... Oké. Okay. Ai. Oké. Okay. Dat is geen goede verdedigende mortier. Daar kunnen we nu rocketen, denk ik. Ik ben een beetje bang. Dus ik doe even dit in de back. En ik ga even niet rocketen. Ik wil namelijk even zorgen dat we... Yo, zo, dit even pakken. Ja, top. Zo, mooi. Wacht met die rockets. Wacht met die rockets. Yes! En we winnen het eerste Path of Legend potje. We winnen het eerste Path of Legend potje. Best wel rustig aangedaan daar. Best wel chill aangedaan daar. Maar we hebben hem gewoon gewonnen, want ik wou hem niet verliezen. Oeh, oké. Ja, die weten wel de nieuwe kaarten. We hebben dus een nieuwe kist hier. Maar we hebben die monk nog niet vrijgespeeld. We moeten eerst die 6500 halen. 18 mensen ook online. Dan hebben we hier een speciale offer. Is dit een grap? 120 euro. Jongens, als jullie deze aanbiedingen gaan kopen, gebruik even Floris. Gebruik even Floris creditcode, ja? Gebruik even Floris creditcode. Dan krijg je wat geld als jij die aanbieding koopt. 120 euro. Hier, via, die hebben 70 euro. Oké, ze zijn niet zuinig met de kaartjes. 12 euro is wel voor de monk. Kan dat handig zijn? Die overweeg ik nog te kopen. We hebben hier ook een nieuw event. Die ga ik binnenkort ook spelen. Maar niet in deze video. Wat gebeurt er voor de rest nog meer? Ik denk dat jongens... Oh, we hebben hier heel veel rewards. We hebben hier heel veel rewards. Laten we die eerst even openmaken. Oké, okay, een wildcardje. We hebben Electro Spirit, Royal Recruits, Goblins, Ibar, Skeldraken, Witch, Draak, Clone, Minipekka, Giant. Oké, okay, we hebben er nog 6. Gems, Fire Spirit, Tesla. Ik hoop even die monks zo snel mogelijk te unlocken. Cage, Heal Spirit. Want we hebben ook 2 Royal Wildchester. Maar ik moet denk ik eerst... Wacht, dit is niet slim dat ik dit nu doe. We moeten eerst naar die 6500. Want als wij die 6500 gehaald hebben, dan kunnen we die monk unlocken. Waarom? Oké, we moeten vlammen nu. We moeten nu vlammen op online. Oké, volgend potje. Het eerste potje hebben we net verloren. En we strijden nu naar 7500. Anders kunnen we die hele monk gewoon niet vrij spelen. We moeten nu eerst strijden naar 6500 om die monk dus vrij te spelen. We komen deze keer tegen Bait. Ik heb net het vorige potje verloren. En ik ben nu daardoor ook gelijk geswitcht van dekje. Ik heb de bomtoren erin gedaan in plaats van de Inferno-toren. Ik weet niet waarom. Ik denk dat de bomtoren misschien nu voor nu eventjes iets makkelijker is. En we hebben de Valkyrie erin. Maar we moeten zo snel mogelijk naar 6500. Ik denk dat ik hier de prinses dood laat gaan. Ik denk dat dat gewoon het handigste is. En we doen damage. Oh, het is deze log bij deck. Of dit log bij deck. Het is dit log bij deck. Oké. Okay. Bomtoren in het midden. Oké. Yes, nice dat die Rascal Girls allebei neer zijn. Oké, het is dit deckje die we kennen. Banditje, lekker. Maar het is dus met een Dart Goblin in plaats van een prinses. Oké. Laten wij prinses op de brug doen. Oké, dat is top. Met een Icebird erbij voor als hij iets van Dart Goblin deed. Of iets van dat we dan toch een extra hitje kunnen pakken. Ja. Ik laat die linkerkant natuurlijk gaan. Nou, nu niet meer. Dan weet ik niet of hij dit zal loggen. Hij logt het, ja. Dan moet ik terugloggen, want anders gaat die kennenkaart hitten. En als hij dan barrel doet, hebben wij onze goblin barrel in cycle. Dus wij doen de barrel, gooien wij verdedigend nu. Dus ik wacht eventjes. Die gooien we verdedigend nu aan de kant waar hij zijn barrel gooit. Want anders kunnen we het niet stoppen. We hebben geen goblin gang in cycle. Anders zouden we de goblin gang natuurlijk gebruiken.
Mooie arena wel. Mooie, mooie arena. We doen de prinses dan maar in de bek als hij wacht. Oké. Okay. Bomtoren maar. Wel dat hij de dartkool in het midden gaat droppen. Maar prinses te snijpen. Oké. Nu de gang. Als hij zijn koppenwereld doet. Oh, ik doe het aan de verkeerde kant. Ik had hem eigenlijk daarachter moeten doen. Oh, wacht, we hebben natuurlijk die binnenkant. We hebben natuurlijk die binnenkant. Hoppatee, twee hitjes. Dat is top. We hebben die bomtoren namelijk die binnenkant pakt. Supermooi dit. Gaat hij nu Dark Prince droppen? Of wat gaat hij droppen? Ik gok gewoon op Dark Prince of iets anders. Oké, okay. Top. Gaan we via de andere kant ook. Oké, okay, nice. Kennenkaart gaat geparkeerd staan. Kennenkaart gaat geparkeerd staan. Moet hij weer iets anders vinden om mijn prinses te pakken. Doet die dart komen, die laat ik voor de rest niet gaan. Ik denk dat ik gewoon een ijsbeert hier doe. Dan doen we een log hier. Dan doen we een Valkyrie achter. Hoppatee. Dit ziet er goed uit, boys. Dit ziet er goed uit. Dan kunnen we niet rocketen. Nee. Laat ik gewoon een bomtoren op defense droppen. Prinses laten we neergaan, helaas. En dan doen we een nieuwe prinses hier zo. Even kijken of we me van de... Yes, top. Toppen aan deze kant. Prima. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, top. Bomtoren staat. Deze ga ik loggen. Top de gang, staan we ready. Oké, doet in dit hoekje. Yes. Top. Dit ziet er goed uit, boys. Dit ziet er goed uit. We gaan richting die 6500. Doen we Ice Spirit met een Goblin Barrel. Ja, gewoon een beetje. Linkerkant, rechterkant. Dat hij gewoon niet weet welke kant hij moet verwachten. We doen dit op het goede moment dat hij naar de... Ja, super. Dit rocketen wij ook. We kunnen dit ook prima rocketen. Hebben we nu gewoon de login cycle. Doen we even Ice Spirit, anders gaat die dart hem toch een beetje chippen. Inderdaad, super. Kijken of we hem kunnen trikken. Ik denk het niet. Maar we kunnen het altijd proberen. Yes, we kunnen hem wel trikken. Dan doen we dit hier, hoppatee. Prima, dit ziet er goed uit jongens. Dit potje is binnen. Doen we de Valkyrie aan deze kant. Dan gaan we snel door. Want als hij nu rocket, inderdaad, kunnen wij snel dit doen. Nice. Dan de bomtoren in het midden. De Valkyrie hiervoor. De log hiervoor. Dan doe ik dit hier op het hoekje snel. Staan we alsnog goed voor. Droppen we deze nu aan de voorkant. Gewoon dat hij niet weet wat ik doe. En dan ram ik nog een rocketje. En dan winnen we dit potje. Gaan we richting die 6500. Let's go, boys. Heerlijk. Volgend potje. We moeten rammen, boys. We moeten rammen. Goblin Barrel op het hoekje. Dit en dit. Oké, dit gaat wel echt pittig worden. Wait. Ja. Ik heb net een bevestiging van Supercell gekregen. Je moet inderdaad 6500 hebben. Alsjeblieft. Yes, hij hit. Je moet 6500 hebben om en King level 39. Maar ik heb King level 50. Om dus die monk te unlocken. Dus in deze video rammen wij voor 6500. Dan in de video van morgen. Rammen wij al onze openingen. Gaan we kijken of we die monk kunnen unlocken. Dat zou lijp zijn. En dan doen we die challenge van de Phoenix in een andere video daarna misschien. En dan later gaan we Path of Legends rammen. Er zijn zoveel video's die ik nu kan maken. Het is heerlijk, want ik moet nu ook heel veel video's maken. Maar, we hebben één rocket voorsprong. Hij heeft log en delivery. Dit is geen lekkere matchup. Ik ben heel blij dat ik de bomtoren heb en niet de... En niet de Inferno-toren. Hoppatee, Valkyrie value. Heerlijk. Gaat hij denk ik Skellies in het midden doen? Ah, jammer. Ik dacht Skellies in het midden. Oké, prima. Oké, we staan 800 damage voor. Hij heeft wel de Earthquake. Misschien kunnen we af en toe chippen met die... Oh, snel. Hij mag niks chippen. Het scheelde weinig. Hij mag niks chippen. Dat is het hele ding. Die delivery. Hij staat gelijk klaar met delivery. Lastige matchup, jongens. Lastige matchup.
Hij heeft geen logicycle. En ik denk dat we toch even dit doen. Slim. Hij moet willen die vroeg op droppen. Doen we dit in de midden om dus die queen af te leiden. Dit gaan we gewoon loggen. Voordat hij de ability ramt. Oké. Ah, hij staat nu klaar met zijn delivery. Dus dat heeft nu niet heel veel zin. Oké. Oké, en nu staat hij opeens weer voor. Pittig, pittig, pittig. Yes. Predicted the queen. Yes. Oké. Prilog op skellies. Hij doet geen skellies. Oké. Queen neer. Oké, we spelen dit heel sterk, boys. Maar dit is niet een makkelijke matchup. Oh, oh. Hij doet delivery op onze prinses. Dus we gaan geen Valkyrie protecten. Hij doet dat. Oh, we hadden wel moeten protecten. Oké, we gaan gewoon Rocket Cycler dan maar. Dan doen we maar mee met het spelletje. Rocket Cycle voor de win. Ik dacht dat ik dat veel eerder had moeten doen. Daar is een queen. Even kijken. Ik weet niet of dat heel slim was van hem. Tien elixir gewoon met een rocketje. Oké. Misschien gooit hij gelijk hooks en dan heeft hij niet genoeg voor de barrel. Hij heeft niet genoeg voor delivery. Oké. Oké. Waarom een kanon daar? Geen idee waarom, maar prima. Hij heeft geen logicycle. Dus we kunnen dit nu doen. Top. We hebben hem. Let's go, boys. Winnen we dit potje. We rammen door naar die 6500. Moeilijke matchup. Ik ga even PR'tjes laten zien. Ik weet niet of ik er potjes uit ga knippen of niet. Het ligt er allemaal aan hoe goed het loopt. Maar dit is mooi. Dit is mooi. Want morgen gaan we die rammen voor die monkey. Dit is mooi. Oké, checken we eventjes. Deze guy pair van 7100 inderdaad. Ja, dit soort man. Iedereen wil nu zo snel mogelijk arenaatje omhoog. We moeten nog 56 cups. 54 cups. Dus nog 2 wins. We komen tegen Esteban. Het clan Team Nova Chile. Monk is nu onze grootste priority. Path of Legends kan wachten. De Phoenix Challenge kan wachten. We moeten die Monk eerst nu hebben. We gaan gewoon preloggen, boeien. Wat heeft Esteban? Concentratie. En wacht, het is waarschijnlijk een Golem of Lavond. Golem Lavond? Waarschijnlijk wel. Electro Jai misschien? Hij heeft best zijn ability of zijn Nado. Electro Giant, denk ik. Ik denk Electro Giant. Oké. Denk Electro Giant. Oké, jammer, daar kunnen we niks tegen doen. Doen we ook maar de gang. Het is eventjes duur, maar ja, weet je, 4-4-4 en hij moet dit weer stoppen en heeft die bowler. Oké, wacht. Het is dan denk ik graveyard. Nee, niet doen. Ik word bijna daar mijn prinses gedropt op in de bowler range. En we chippen langzaam weg. Dit is mooi. Dit is heel mooi. Hoe we nu langzaam aan het wegchippen zijn. Daar is zijn ability. Zijn graveyard. En die vind ik vroeg.
Die vind ik vroeg gedropt, want dit kunnen we prima stoppen. Dan dropt hij ook een Nedo waar ik niet helemaal tevreden mee ben. Ik zat die Nedo niet gedropt. Heeft hij dan Barbarrel? Hij heeft geen Barbarrel. Hij heeft geen Barbarrel, dus chippen. We hebben dit potje waarschijnlijk binnen. Maar je weet het nog niet. Je weet het nog niet. Je weet het nog niet. En als we deze binnen hebben, moeten we nog maar één potje winnen. Maar je weet het nog niet. Hij heeft waarschijnlijk Vries. Ik ben hier een beetje bang. Sterker nog, ja, ik ben te bang. Ik moet de Valkyrie droppen. Als hij hier een hele gekke Vries had gedropt, had ik gewoon dit potje verloren. Alleen nu dat we geen Valkyrie in de suiker hebben, is een Golden Knight en Bowler, maar vooral een Golden Knight, heel eng. Een Golden Knight is heel eng. We kunnen nu wel hoge bomtoren doen. Ja, dan moet hij dit doen inderdaad. Oké. Okay. Oké, okay, we moeten die Golden Knight laten gaan. Oké. Okay. Drukken. Top. Die toren is zo goed als weg. Zo'n rocketje. Zo'n rocketje is genoeg. Ja, let's go. Nog één potje, jongens. Nog één potje en we zitten op 6500. Mijn Clash Royale instinct is scherp. Want we weten dat we niet mogen dat we dit niet mogen verpesten. We weten dat we dit niet mogen verpesten. En mijn Clash Royale instinct is heel, heel scherp nu. We zijn nu echt eventjes op die fully focus. Want we weten dat we nu die 6500 moeten halen. Want we hebben morgen een rammer video. Boom. Inderdaad, laatste potje. Kom op. 6500. We komen tegen. Tizio. Minder cups dan ons. Goed teken. Ik hoop niet op een slechte matchup. Al wel, de Royal Hawks matchup hebben we net gepakt. Als dit... Oké, okay, dit is helemaal geen hele erge matchup. Dit is helemaal geen erge matchup. We droppen de Ice Bird, zodat we de bomtoren zoveel mogelijk levend houden. Zodat die nog kan staan voor straks een banditje of iets in die richting. Toppie. En hij heeft de variant met de Magic Archer. Dat is niet mijn lievelingsvariant natuurlijk. Dan drop ik met dit en accepteer ik één hitje van hem. Oh nee, helemaal niet. Waarom ik dit doe? Omdat ik weet... Oké, ik ga Bandit hiervoor doen. Yes, we kennen zijn dekje. Nu moet hij vuurballen. Maar nu is hij de lul, want hoe gaat hij nu Valkyrie Barrel stoppen? Hoe gaat hij dit stoppen? Hij heeft geen vuurbal. Dit is damage, jongens. We wisten, oké, okay, hij gaat Bandit. En dan rammen we door. Dan rammen we door, hij heeft dus dubbel elektrowizard. Jeetje, wat een lekker potje. We spelen nu wel heel scherp, zeg. We spelen nu wel heel scherp, moet ik heel eerlijk zijn. Oké, Magic Archer kan hij nu doen. Hij doet Magic Archer, waarschijnlijk. Of pack op de brug, op iets geks. We kunnen wel vloggen, dan misschien... Nee, net te laat komt de log aan. Maar misschien is die Magic Archer wel neer. Ja, hij is wel neer. Doet hij denk ik Pekka nu in de back. Die zou ik rocketen. Of hij doet Battle Ram inderdaad. Dan cycle ik heel snel door. Ah, ik heb geen Icebird. Jammer, dat is een slechte barrel van mij. Want ik dacht dat ik Icebird had. Zodat ik... Oh, hij accepteert het. Oké, dankjewel. Oké, dan moet hij nu eerst iets droppen hier. Anders is de toren weg. Dan, als hij Royal Ghost dropt, drop ik Valkyrie. Dan loopt die Royal Ghost achter mijn Valkyrie aan. Maar hij accepteert het helemaal. Oké. Dan moeten we even oppassen en kijken wat hij achter die Pekka gaat droppen. Oké, ik ga deze Bandit ga ik een beetje accepteren de damage. Want we kunnen niet alles stoppen. Dus we hebben die Bandit maar met één elixir gestopt. Dat is heel gunstig. Dat we die Bandit maar met één elixir gestopt hebben. Nu kan hij Battle Ram andere lane. Dan doet hij wel damage, want we hebben geen... Oké, het is al gespeeld denk ik. Even kijken hoor, doet dit andere lane. Kan hij vuurballen natuurlijk. Maar ja, weet je, jammer dan. Die valkyrie was slecht. Ik weet wat ik wou predicten. Oké, die was wel goed. Je moet keuzes maken. Je moet keuzes maken. Je moet zien, oké. Okay. Er komt wel damage. Je moet zien, er komt wel damage op je toren. Maar is het genoeg om je toren te pakken? Nee. Dus dan maakt het niet uit. We hebben de 6500 gehaald. Morgen open ik heel veel dozen. De hele trofee rood. Vanaf hoe hoog het kan. We openen heel veel dozen en gaan morgen op zoek
naar de Monk. Jongens, ik hoop dat je genoten van de video. 6500 is binnen. Door hele goede potjes gespeeld te hebben. En hoppatee, de Monk kunnen we nu dus officieel vrijspelen. Ik heb er super veel zin in. Wees er morgen bij. Silent Sanctuary. Ik zie je de volgende video en tot dan, mensen.